Nou ja, een flinke lading audities hebben we dan nu eindelijk een keuze kunnen maken. We hebben de mensen gevonden die dit jaar onze chess gaan spelen. Marco! Hi! Gefeliciteerd met je rol! Ja, dankjewel! Ja, dank je! Yay! Ja, dankjewel! Ik ben echt zo blij ook gewoon. Dankjewel! Dat! Wat vind je ervan dat je hem hebt gekregen? Ik ben heel blij en ik heb er heel veel zin in. Ja, zo tof! Ongeloofwaardig en niet verwacht en bizar gewoon. Ik heb ook gewoon een week bijna niet geslapen omdat ik dacht van hé, hoezo en waarom dan? Want het ging helemaal niet. Waar zie ik het meest tegenop? Ja, ik denk toch het accent. De Russische accent. De accent. Tegen de hoge noten. De hoge noten? Hij is echt super hoog. Dus er wordt een heel strak broekje aantrekken. Tegen het acteren. Acteren? Ja, daar heb ik zo geen ervaring mee. Dus dat vind ik wel heel erg, dat vind ik wel even een dingetje. Ik zie er eigenlijk niet tegenop, ik heb er gewoon zin in. Wat lijkt je het leukst? Ik heb geen idee. Gewoon met z'n allen de vers spelen. Dat? Ja, in mijn lied, Sovjet machine. Dat is echt gewoon, toen ik dat nummer zag wist ik gewoon, dit is de rol die ik wil, hier ga ik gewoon voor. En ja, daar heb ik echt onwijs veel zin in. In de rol van Freddy spelen. Ja, het is een mooie rol, weet je, het is fantastisch. Die volle bak energie op toneel kan maken, maar ook bij Pity the Child, dat je het heel klein en kwetsbaar op gaat stellen. En juist die tegenstelling is heel mooi om te spelen. Nou, naar de tweede helft, want daar mag ik liedjes zingen. Ik speel Vierkant, mag ik spelen. Het is niet fantastisch veel tekst, maar dat maakt niet uit. Ik heb een heleboel glaasuitdrukkingen, ik ben vaak op het podium. Ik mag de plaatsvervanger van Anatolie mag ik spelen. Ben je al veel aan het oefenen? Nou, ik heb vanmiddag wel even wat huiswerk gemaakt, ja. Nou, ik ken de chess in concert versie ken ik al van voor naar achter en van achter en weer terug. En ja, dus die ken ik wel. We hebben nog een klein jaar en dan, nou, dat komt dan goed. Stel eens wat vragen. Moeten we nog meer vragen? Wat heb je vanmorgen gegeten? Brinta. Gadverdamme. Dat was heel lekker. Met vruchtjes.